Het is woensdag precies 75 jaar geleden dat de geallieerden met een parachutesprong Groesbeek betraden om het land te bevrijden. Een indrukwekkende gebeurtenis waar dit jaar veel aandacht voor is. Onder toezicht van veteranen, ouderen en kinderen maakten zo'n 1300 parachutisten opnieuw deze sprong. Theo Gerrits woont al jaren in Groesbeek en komt altijd even kijken. U bent hoe oud? 65. En hoe lang komt u al hier bij deze herdenking? Nou, ik kom bij het museum en ik kom hier als het hier is, dan ben ik er. Want dit is iets dat mag nooit vergeten worden. Heeft u zelf ook veel verhalen van uw ouders meegekregen? Ja. Ik heb die film ook van de Krieg aan Nieuwenheim heb 3 keer al gezien in het Bevrijdingsmuseum. En dat doet me toch wel wat. Nou, nu is het 75 jaar geleden, dus het is super druk vandaag. Wat is er anders vergeleken met jaren geleden? Ja, dit trekt toch meer omdat het zo lang geleden is. De massa nou. Onder het genot van een najaarszonnetje zagen veel mensen dat er niet alleen Fransen, maar ook Duitsers van zo'n 250 meter naar beneden sprongen. Hierbij moet natuurlijk ook aan beveiliging gedacht worden. Wij zorgen voor de ondersteuning hier van de organisatie. En wij zorgen dat eigenlijk niemand de dropzone op kan op het moment dat de vliegtuigen komen. En hoe gaat het een beetje in zijn werk? Zet je dingen af? Hou je mensen tegen? Hoe doe je dat precies? Nou ja, er zijn natuurlijk al wat dingen afgezet met een hekwerk en rood-wit lint. En wij staan er dan bij om te zorgen dat echt niemand die stap gaat maken. Dus ze spreken mensen even aan. Van joh, blijf alsjeblieft even staan. En mochten ze dan echt alsnog verder gaan, ja, dan houden we ze wel even tegen. Maar we proberen gewoon op een vriendelijke manier met de mensen te communiceren. Dat werkt het best voor iedereen. Ondanks een klein ongelukje van 2 parachutisten in een boom ging alles goed tijdens de activiteiten. Later deze week zullen er in de regio nog meer parachutisten sprongen te bewonderen zijn.